gedaan. Club van Sinterklaas komt eraan. Eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou. Reden dus voor paniek. Paniek in de confettifabriek. Vermist. Past Piet. Zijn ze klaar, Kleur Piet? Het is gelukt. Ik heb de handen flink uit de mouwen moeten laten wapperen, maar het resultaat mag er zijn. Wat vind je ervan? Mooi, heel mooi. Mag ik ze mee? Kijk vooral even naar de bladspiegel. Hè? De manier waarop ik de tekst heb vormgegeven. De letters die de boodschap onontkoombaar neerzetten. Het portret van Test. Als je het niet erg vindt, dan neem ik ze nu mee. Oh. Ja. Succes! Er staat niks over jouw verdwijning in de krant? Nee, natuurlijk staat er niets over mijn verdwijning in de krant. Ik ben zo weer vrij. Daar zou ik maar niet te zeker van zijn. Met Snipper valt niet te spotten. Die Snipper van jullie, die heeft jullie aardig in zijn macht, hè? Waarom werken jullie eigenlijk voor zo'n man? Nou, ja, waarom werken we eigenlijk voor die man, Ma? Omdat wij een grote toekomst tegemoet gaan, Mo. Als hij zijn imperium heeft opgebouwd, dan word ik papiervergader en jij hoofdgaatjesknipper. Ja. Dat is niet niks, Mo. Nee. Zo ver zou jij het nooit schoppen. Nee. Ja, chef? Mijn kantoor, nu! Ik kom eraan, chef. Hoofdgaatjesknipper, hè? Ja, reken maar. Hoofdgaatjesknipper. Ik vertrouw die Pieterbende niet. Dat eigenwijze zootje daar in dat kasteel. En niet te slim ook, als je het mij vraagt. Morgen moet alles helemaal goed gaan. Mijn hele toekomst hangt er vanaf en ik van jullie ook. Daarom moet jij eens rond gaan neuzen bij het kasteel en kijken of ze echt van plan zijn om al die tekeningen terug te geven. Bij het kasteel, chef? Bij het kasteel, Map. Komt in orde, chef. Test Piet ontvoert een ramp. En iedereen kan iets doen. De Couleur Piet die maakt opsporingsbiljetten. Hulp Piet die gaat ze ophangen. Koele en hoge hoogte gaan de tekeningen afleveren. En wat kan ik doen? Iets, helemaal niets. Test Piet terugmiddeltjes. Die bestaan helemaal niet. Er is dus iets wat ik niet kan. Oh, dat was een verschrikkelijk gevoel. Nog maar eens kijken of ik iets kan zien waar we wat aan kunnen hebben. Dat hoofdgaatjesknipper, wat is dat nou eigenlijk? Nou dat houdt in dat ik de belangrijkste gaatjesknipper van Snipper word. Oh, klinkt goed. Nou, is het ook. Want hij heeft me beloofd dat ik en mijn eigen tafeltje krijg. En mijn eigen, eigen gaatjesknipperapparaat krijg. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij mee. Snipper is goed voor je, hè? Ja, kan je soms een beetje een zuurpruim. Wow, Test Piet. Gaat het? Ik doe je toch geen pijn, hè? Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb me wel eens beter gevoeld. Hey, krachtige gelaatstrekken. Indringende blik. Nou, niet echt het type om gezellig bij op de koffie te gaan. Het mooie stropdas trouwens. Wat ben ik nou toch aan het doen? Dit heeft helemaal geen zin. Geef het maar toe, Prof Piet. In deze kwestie sta je met lege handen. Voor het eerst heb jij geen antwoord op een verschrikkelijk probleem. Je kunt er beter mee stoppen. Wat het ook is, ik kan jullie niet helpen. Maar Prof Piet, je moet ons helpen. Maar vergeet het maar, hoge hoogte. Het was heel vriendelijk van je, maar mijn hersens zijn opgedroogd. Het is afgelopen, er helpt geen slim drank of vriendelijk woord meer tegen. Maar zonder jou zijn we verloren. We hebben je heel hard nodig, Prof. Ja,
Meen je dat nou? Wil je ons soms niet helpen om Map en Mo te pakken? En Snipperen, wou je die soms rustig zijn gang laten gaan? Natuurlijk niet. Zeg het maar. Hoe kan ik die schurken te pakken krijgen? Nou, we hebben het volgende bedacht. Mo, kijk eens, daar. Sorry. Ik dacht dat ik wat zag, maar het bleek niks te zijn. Ken je dat niet? Dat je denkt dat je wat ziet en het blijkt niks te zijn? Nou, dat je het zegt. Toen ik vanmiddag dus uit... Mo, je ziet opeens zo moeder uit. Mo? Ja, en ik ben eigenlijk ook best wel moe. Heel moe. Kunnen we niet even gaan slapen? Nee, slapen kan niet. Want Snipper heeft gezegd dat ik je geen seconde uit het oog mag verliezen. Waar kan ik heen? We zitten aan elkaar vast. Als ik los wil komen, heb ik een sleuteltje nodig. Ik weet het niet. Zo dat het gaat lukken. Het moet lukken, Koelen. We hebben maar één kans. Hey, laten we het nog één keer stap voor stap doornemen dan. Ja, goed. Wij zorgen dat we morgen om 2 uur op de afgesproken plek zijn. En dan zetten we de zakken neer en we verstoppen ons. Ja, en als Map en Mo dan de zakken komen oppakken, dan komen wij uit de bosjes. En we spuiten ze in met Prof Piet slaapspray. Aha. En als de boeven dan onder zeil zijn, dan binden we ze vast aan een boom. En dan? Hoe zouden we dan? Ja, daar hebben we testers niet mee terug. Waar hebben we het nou over gehad? We wachten tot dat spul is uitgewerkt en de boeven wakker worden. Nou, volgens Prof Piet werkt dat spulletje ongeveer 1 minuut of 5. Nou goed, de boeven zijn wakker en dan zeggen wij tegen ze dat we ze vasthouden totdat zij ons vertellen waar Test Piet is. Oh, natuurlijk, nou weet ik het weer. En als we dan weten waar Test is, dan gaan we er met z'n allen naartoe. Ja? We overmeesteren Snipper en we bevrijden Test Piet. Aha, stel je toch eens voor, Koelen. Wow. Snipper achter slot en grendel, Map en Mo gevangen en wij hebben de tekeningen en Test Piet. Ik zou bijna medelijden met ze krijgen. Ja, het is wel een beetje triest, ja. Leuk plannetje, sukkels. Maar ik ben bang dat ik morgen medelijden met jullie ga hebben. De staat is weg, ze is weer de laarsje. Confetti fabriek.